Yo, welkom bij Stofwachten 128. In mijn vorige video's hadden jullie kunnen zien dat ik een boot wou kapen. En ik ben gisteren even langs geweest, hij lag er nog. Alleen het blikverf en de roeispanen die waren weg. Dus waarschijnlijk was hij van iemand. En ik heb het even aan de havenmeester gevraagd. En die zei, je kan hem wel meenemen, maar waarschijnlijk is hij van iemand. En dan komt straks de eigenaar. En dit en dat. En die boot was ook lek. En hij zei, daar kun je wel een legplaat zoeken. Want veel mensen die leggen hun boot gewoon ergens neer in het water. Omdat ze geen geld hebben voor een legplaat. En dat is fucking duur. En dat mag niet, maar het wordt gedoogd. Dus het had op zich wel gekund, maar als hij dus echt van iemand is, ja, dan kan je het beter niet doen, zei hij. En toen zei hij, je kan beter op de marktplaats kijken. En dat ben ik nu ook aan het doen. En ik heb er al een paar gezien. Sommige kosten geld. En ik had ook wel eentje gezien, die is gratis, alleen die ligt in Utrecht. En die man zei, ik had hem gebeld en die man zei van, ja, je kan hem wel meenemen, maar dan moet je hem aan te hebben, want hij is zo en zo en zo groot. Hij noemde een maat op. Dus hij zei, dan kan je niet mee naar Amsterdam varen. Maar dat is onzin. Hij zei ook, je moet via Vinkerveen varen dan. Ik kan maar even laten zien welke het is. Even kijken, deze volgens mij. Kijk, het is een gratis boot en er staat bij conditie gebruikt, type, overig type, boot is niet nieuw, het rijdt wel, er zijn geen pedals bij. Nou, die heb ik zelf wel. En ik snap niet waarom je niet mee naar Amsterdam zou kunnen varen. Hij is best breed. Ja, dat zal niks uit moeten maken. En die gast zei, je moet wel snel zijn, want anders is hij alweer weg. Omdat hij gratis is. En er zit ook geen motor op. En ik heb er nog een paar gezien. Deze. Dat was ook niet zo ver. Dat is in Zwolle alleen. Oh, gisteren was het nog 150 geboden. Is alweer 175 geboden, dus dit gaat hem denk ik niet worden, want een speedboot moet je waarschijnlijk wel een vaarbewijs voor hebben, omdat hij best hard gaat. Er zit ook een stuur bij, tenminste zit het bij, het zit erop. En dan heb ik deze nog gezien. Nee, dezelfde. Deze.
hoogste bedrag is 150 euro. Dus dan zou ik waarschijnlijk 200 moeten vragen. Hij staat dus in Amsterdam. Hij staat bij te koop op knap bootje van circa 4 à 5 meter. Gemaakt in Harderwijk. Helaas is dit bootje afgelopen jaar slachtoffer geworden van enige vandalisme. Dat is nog prima op de knappe. Bankje aan één kant is gesloopt, maar al het hardhout en materiaal is nog aanwezig. Heeft alleen goede versteviging nodig en je hebt de royaal plek voor 6 man. Net ook wegpakken onder de bankjes. Daarnaast is er nog een stootrand langs de randen afgeknipt, gestript. Dat valt allemaal best op te knappen, maar wij beginnen er niet aan. Mag weg voor een zacht prijsje, eventueel bijpassend lang kettingslot tegen neerprijs. Exclusief motor ligt in het centrum Amsterdam. Dus motor is er niet bij, maar die zou erbij kunnen komen. Alleen wordt hij dan wel duurder. Dus met jullie een gratis boot, waar gratis boten liggen, of voor weinig geld, voor 50 euro of zo. Max 200 euro, verder wil ik niet gaan. En ik wil hem ook best wel opknappen, als het een bootje is die opgeknapt moet worden. Dus laat het even snel weten. Het liefst in Amsterdam of vlakbij Amsterdam. Tenminste, of niet ver van Amsterdam. Ergens in Hoofddorp of zo, of Alsmeer. Utrecht kan ook nog wel. Als het maar niet te ver is. Want ik wil dan ook varen naar Eiburg. Het liefst een boot met een motor. Dus het liefst een motorboot met een motor erop. Die niet al te hard gaat. Want als je boven een bepaald aantal kilometer zit, dan moet je een vaarbewijs hebben. En daar heb ik geen zin in. Volgens mij is dat best wel ingewikkeld. Dus laat het even snel weten. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En, oh ja, het moet wel een tweedehands boot zijn, geen nieuwe. Want anders wordt het veel te duur. En het moet ook geen rubber zijn. Gewoon materiaal wat niet lek kan gaan. Ik weet niet precies hoe dat materiaal heet. Ik heb er niet zoveel verstand van. Want die havenmeester zei ook, je moet dit materiaal nemen. Nou, ik weet niet hoe dat materiaal heet. Dus het moet best wel stevig materiaal zijn die niet lek kan gaan. Dus laat het even snel weten en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en mijn video's te delen via social media en dan check ik jullie later. Welkom terug bij Stoffelvlogs nummer 128. Ik liet net een paar bootjes zien die ik had gevonden. Maar die konden jullie niet zo goed zien. Dus laat ik ze even in het groot zien. Kijk. Dit was die die in Amsterdam ligt. Ja, dit was die bootje in Amsterdam ligt. Kijk, hij moet wel opgeknapt worden. Dat was dus deze en die in Utrecht
licht dat was. Nou, dit was dus een speedboot. Dat zou hem dan niet worden. En even kijken. Dit was die boot in Utrecht. Dus deze bootje heb ik gevonden. En nogmaals, laat het snel weten als je een gratis boot weet. Of voor €50 of tot €200. Het liefst vlak bij Amsterdam, dat heb ik net al gezegd. En voor de tweede keer, dan check ik jullie later.